Het niet mis te verstaande statement van Linda de Mol als reactie op de reacties rond het schandaal rond The Voice heeft natuurlijk ook weer geleid tot een stortvloed aan reacties. Ik had me eigenlijk voorgenomen daar niet meer aan mee te doen, maar ik wil toch even kwijt dat ik alle begrip heb voor haar emotionele betoog. Geen gelikt op een goudschaaltje gewogen PR-campagne, maar een vlammend weerwoord, recht uit het hart en man en paard noemend. Het is haar manier om af te rekenen met de trieststemmende afrekencultuur die de laatste tijd steeds nadrukkelijker de lelijke kop opsteekt. We zijn rijk en machtig, dus dan moet je kapot, constateerde de mol bitter. Haar woedeuitbarsting was misschien onhandig, maar juist daarom zo dapper en begrijpelijk. Dat velen haar uitlatingen ongepast vinden, zegt meer over hen dan over Linda de Mol.